Wil je regtig weet wat ik geleer het? Is jy aan? Oké. Dit is zeker een van die ongelooflijkste ervarings wat ik in mijn leven gehad het. Komende uit die arm derde wereldland. Waar ik, je weet, en ik heb nog nooit in Zuid-Afrika eerst een vollengte film gemaakt. Nie. Die gekkigheid van wat met jou gebeurt, komende van waar ik als verhoogspeler kom, is net. Ik denk nou na 3 jaar praat ik voor de eerste keer eindelijk daaroor en besef ik wat een ongelooflijke ervaring dit was. Maar aha, 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 is ook die eerste dag toen ik Charlize ontmoet het. Voor mij was zij die rechte aha. Zij praat Afrikaans, zij het mij geweet wie ik is. Wat ik niet kon gloeien, nie, maar het lijkt alsof zij nog banden behoudt met Zuid-Afrika. Zij weet wie David Minnaar is, praat Afrikaans met mij. Ze hangen in die trucks, rij net voor een skien en zei: is jij oké? Hang je lekker? Je weet zeker goed, dan denk je niet. Wauw. Ik denk die grootste les wat ik geleerd heb, behalve die ervaring, mijn zelfbeeld, heeft een verschrikkelijke knauw gekregen op dat stel. Jij moet jouw plek ken. Jij moet niet, jij moet eindelijk vergeten wie jij is. Jij moet vergeten dat jij komt uit de wereld of uit de andere wereld waar daar een hiërarchie is. Je kop mag nooit te groot raken. Jij kan het niet wagen. Nie. Ik onthou die foto wat hulle uitgestuurd het van hulle soek was een vrouw wat so verrimpeld was. Je weet met die haren, grijs haren. Ik dacht, dat is mijne.